Wellicht is dit niet de traditionele baklava. Ik denk wel dat het aardig in de buurt komt. Maar het is in ieder geval een heel erg lekkere versie. En ik vind hem erg makkelijk om te maken. Allereerst smelt je de boter op laag vuur. Als hij een beetje begint te smelten, draai ik het vuur uit en dan laat ik hem rustig staan. Zo voorkom je dat het niet aan gaat branden. Dan hak je de walnoten fijn. Dat is fijn genoeg. Dan ga je al beginnen met het opbouwen van de baklava. De gesmolten boter gaat in het bakblik, daar vet je het bakblik mee in. Filodeeg snij je ongeveer op maat van de bodem. Die druk je daar dan in, druk vooral goed in de randen. Vet dan de bovenzijde weer in. Daar gaat dan weer een volgend vel bovenop. En zo blijf je dan de baklava opbouwen totdat je de helft van het filodeeg hebt gebruikt. Ik denk een vel of 10 dat je dan erop hebt liggen. Dan gaat daar het notenmengsel op. De walnoten. Je kunt ook een mix van walnoten, pistache en bijvoorbeeld amandelen gebruiken. Dan gaat er wat kaneelpoeder overheen. En vervolgens de overige filovellen die je elke keer weer invet. Als je eindigt met de filodeeg, dan vet je ook de bovenzijde even in. Dan ga je het karakteristieke vormpje erin snijden door haaks in de bakvorm te snijden, diagonaal en dan weer daar haaks op. Krijg een mooie ruitvorm. Dan zet je de baklava ongeveer 30 minuten voor deze hoeveelheid in de oven op 160 graden. Dan krijg je een mooie goudbruine kleur. Maak je de siroop door water en suiker op te lossen, beetje citroensap en dat 15 minuten te laten inkoken. Dat giet je erover, schuif de baklava nog 5 minuutjes in de oven en dan is die heerlijk gaar. Eet smakelijk!